is er gewoon weer, hè? Victor Müller met Spijker en met deze auto, de Praliator Spider. En nou weten jullie het, hè? Vorig jaar was hij er ook, Victor Müller met Spijker, met de Praliator. En nu is daar dus een Spider variant van. En dat is precies zoals alle autofabrikanten dat doen, hè? Porsche, Bentley, ze komen met een model en het jaar later komen ze met een cabrio-versie daarvan. Dus het is allemaal helemaal niet zo raar. Ja, er moet nu wel gebouwd gaan worden, die auto. Logo. Ongelooflijk, hè? Dat je altijd weer zo'n verrassing kunt creëren hier. Nou ja, verrassing. Ik bedoel, we hebben wel 15 jaar Audi-motoren gebruikt. En dat was, daar was zo'n beetje de rek uit. Hè. We hebben de Praliator vorig jaar gepresenteerd met een supercharged versie van de V8. Maar die gaf maar 525 pk. En ik was vorig jaar nog niet zover om deze transactie met Christian van Koenigsegg aan te kondigen. Maar nu wel. En waar beter dan hier? Want dan heb je een prachtige motor, een V8, een 5 liter, zonder turbo's. Dry sump, begreep ik. Hoeveel pk? 600 pk, 600 Nm. En de mannen van Koenigsegg, Zweden, hebben hier aan gewerkt. Hebben deze motor ontwikkeld. Die hebben hem voor ons gemaakt. Specifiek. Hun motor heeft turbo's en heeft 1360 plus horsepower. En wij kunnen natuurlijk onmogelijk 1360 horsepower in onze auto kwijt. Wil je ook helemaal niet. Dan ga je een hypercar maken. Wij maken gewoon een mooie supersportscar. En dus ze hebben die motor, zeg maar, versimpeld. Maar dat is nog steeds heel gecompliceerd. En er 600 pk uitgehaald. Hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Jullie kennen elkaar natuurlijk als autobouwers, maar hoe gaat dat dan? Ja, kijk, we kennen elkaar. We zijn allebei zo'n beetje in 2000 begonnen. En we kennen elkaar natuurlijk uit Genève. En we zien elkaars ontwikkeling en we hebben wederzijds enorm veel respect voor de prestaties. Je hebt natuurlijk maar een heel klein clubje spelers. Pagani, Horacio, Christian, ik. Dan heb je de boutique spelers wel gehad die onafhankelijk zijn. Ja, Bugatti is natuurlijk onderdeel van Volkswagen. Dus je hebt van nature een soort saamhorigheidsgevoel. En wat hij ontwikkelt aan technologie is zo exceptioneel. En toen wij in 2012 al gingen uitkijken naar een alternatieve motor, kwam ik nu heel snel bij hem uit. En hebben we de discussie gestart over de mogelijkheden om zijn motor in een wat simpeler vorm te gebruiken in onze auto. Nou, wij hebben nog toch al wat tumultueuze jaren gehad. Dus die discussie is een tijdje blijven liggen. Maar nu we weer terug zijn met de introductie van de Praliator, hebben we die gesprekken gevoleind en nu net het contract getekend. Wanneer kunnen we rijden? Nou ja, vrij snel eigenlijk, hè, want de eerste motoren zijn in productie. Dus na de zomer kunnen we rijden. Hoe klinkt die? Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Het is een 8000 toeren V8. Het ding huilt werkelijk. En omdat er geen turbo's op zitten, heeft hij een veel vrijere loop. Dus je weet niet wat je hoort. Het is een huilmachine. Bel je me? Ik bel je. Oké, graag gedaan.